Welkom bij Topnemers. Iedere dinsdagavond praten wij met mensen die actief zijn in, voor een deel in ieder geval de digitale wereld. Doorgaans natuurlijk altijd over online en offline die samenkomen. Ines Teunissen, welkom. Je bent van DigiDoc en je bent een van de mensen achter Spreekuur.nl. Laten we even met het laatste beginnen. Wat doet Spreekuur.nl? Spreekuur is een dienst, een online dienst, waarbij je digitaal contact kunt zoeken met je huisarts. En we doen dat nu in Eemland en in Rijnmond. En is bedoeld nu voor de huisartsposten. En later ook voor de dagzorg. En kun je iets over de geschiedenis vertellen? Hoe lang doen jullie dat? Hoe gaat het? Zijn mensen dat makkelijk aan het omarmen? En speciaal nu? Ja, ik kan ook iets meer vertellen over wat Spreekuur is. Want je kunt inderdaad digitaal contact zoeken met je huisarts. En dat gaat dan via chat of videobellen, waarmee je het contact hebt. Maar we digitaliseren daarin ook eigenlijk de triage en anamnese. Dat is het hele vraaggesprek wat je normaliter hebt met je arts. En dat doe je zelf al. Vul je van tevoren in als patiënt. En dan komt dat dus als een heel mooi pakketje bij de huisarts terecht. Inclusief beeldmaterialen, foto's en video's. Waardoor die arts ook vrij snel kan zien wat er aan de hand is. En de patiënt verder kan helpen. Ja, en hoe is dat zo ontstaan? Heb ik een achtergrond wel echt in innovatie. En heb ik ook voorheen wel wat in de zorg geïnnoveerd. En kwamen we eigenlijk op het pad van Eemland, waarbij deze wens ook heel erg speelde om verdere digitaliseringsstappen te maken op de huisartsenpost. Want je ziet eigenlijk dat die wereld ik denk wel zo'n 10 jaar op dezelfde manier werkt, hè, waarbij je belt naar de huisartsenpost, krijg je een triagist aan de lijn, dat is eigenlijk een doktersassistent of verpleegkundige die gaat inschatten hoe urgent het is en of je nu zorg nodig hebt of dat je ook kan wachten tot de huisarts de dag daarna beschikbaar is. En als je nu zorg nodig hebt, dan wordt het ofwel telefonisch afgewikkeld, ofwel je moet naar de huisartsenpost toe. En dan krijg je een consult, net als je gewend bent om bij de huisarts een consult te krijgen. En als het heel erg goed is, dan reizen, en dan noemen ze dan een visite, dan reizen naar de patiënten toe. Maar wat je heel erg ziet is ook, door de telefoon is het heel moeilijk om ook heel goed de urgentie in te kunnen schatten. Omdat die triagist dat moet doen zonder ook bijvoorbeeld beeldmateriaal. Dus het zijn best wel lange gesprekken met patiënten. En dat kon slimmer, dachten wij. Daarnaast gebeurt er al zoveel digitaal. Maar in de huisartsenzorg of in de eerste lijn zorg is dat eigenlijk nog maar minimaal. En Eemland, de huisartsenpost Eemland, die waren ook op zoek naar om die digitaliseringsslag verder te maken. Dus zijn we dit met hun op deze manier gestart. En dat doen we samen met Topicus. Topicus? Sorry, dat ken ik niet. Ja, Topicus is een heel grote IT-partij. Zowel in de zorg als in het onderwijs. Als ook in de financiële dienstverlening. En Topicus levert ook bijvoorbeeld informatiesystemen voor de huisartsenposten. En daar werken die huisartsen nu al mee en die triagisten. Dus dat is eigenlijk hun bondsysteem waarop ze werken. En als context denk ik wel goed om even te schetsen om innovatie binnen een bestaande keten in de zorg mogelijk te maken. Is het wel heel belangrijk om ook goed op die bronsystemen aan te sluiten. Ja. En daarom zijn we uiteindelijk met Topicus ook in gesprek gegaan van hey, is dit niet iets wat we samen zouden kunnen doen? Nou, en daarnaast hadden zij ook al een ander soort systeem waar al een soort chatfunctionaliteit in zat. En dat systeem zijn we gaan ombouwen, verrijken, uit gaan breiden om dat digitale contact tussen die patiënt en die huisarts mogelijk te maken. En daar is Spreekuur uit ontstaan. Dus echt wel uit de wens om de zorg toegankelijker en efficiënter te maken. De eerste lijn. Oké, ik moet even een disclaimer doen, want ik ben getrouwd met een huisarts. Dus ik denk ik goed om die disclaimer even te doen. Dus ik stel ook vragen vanuit, laat ik zeggen, een redelijk geïnformeerd zijn over hoe een gemiddelde huisartsenpraktijk werkt. Maar leg dat nog eens even uit, want je doet een paar, je poneert een paar stellingen, namelijk dat het via jullie tooling dat je beter triage zou kunnen doen. En triage weten ook heel veel mensen niet, maar dat zijn gewoon de mensen aan de telefoon bij de huisartsenpost
die eigenlijk de intake doen. Hè? Die stellen drie vragen. Ja. En, of ja. Die vragen net wat nodig is. En die beslissen op basis daarvan. Of er een huisarts langskomt. Of de mensen gevraagd wordt naar de post te komen. Of dat ze de volgende dag of over twee dagen op maandagochtend gewoon naar hun eigen huisarts moeten. Exact. Wat voegen jullie daar nou aan toe? Nou, dat deel, hè, je ziet dat er een heel groot tekort is ook aan triagisten, dat de wachttijden lang zijn aan de telefoon. Dat deel, dat werk verschuiven we eigenlijk naar de patiënt zelf. Dus we hebben dat hele vraaggesprek gedigitaliseerd voor verschillende ingangsklachten. Bijvoorbeeld als jij een wond hebt of een huidklacht of je hebt een keelontsteking. Dan doe je dat vraaggesprek zelf digitaal met de vragenlijsten die we daarvoor hebben ontwikkeld. En daar komt dan ook een urgentie uit. En al die vragen, het is niet alleen maar triage, er zit ook een stukje additionele vragen bij die de arts weer nodig heeft om de diagnose te stellen. En dat komt uiteindelijk terecht bij de huisarts. En dan heeft hij alle informatie eigenlijk al om een diagnose te kunnen stellen. Dan kan hij vrij snel ook de patiënt helpen en kost het weinig tijd. Het consult zelf kost daarom ook voor de huisarts weinig tijd om te doen. Ja, nou zal een huisarts altijd zeggen dat het best dat er nogal een verschil is tussen iemand aan de telefoon hebben, de horen of iemand nerveus is of bezorgd is, of even een persoonlijke vraag tussendoor stellen. Jij zegt eigenlijk van nou dat vangen wij gewoon in een digitale flow. En als je op vraag 3 ja antwoordt, dan ga je automatisch door naar vraag 7. En het wordt een geautomatiseerd proces. Waar zit daar het verschil, zeg maar? Of denk jij van wat die huisarts zegt, hè? Van ik luister ook naar hoe iemand dat zegt. Hoe zit jij in die discussie? Ja, we vragen ook altijd de hulpvraag uit. Hè? En daarin merk je ook de mate van bezorgdheid van een patiënt. Ja, en wat je ziet is inderdaad altijd, zolang huisartsen nog niet gewend zijn om digitaal te werken, zeggen ze altijd dat je iemand moet zien, in de ogen moet kijken of moet horen om überhaupt te kunnen inschatten of iets urgent is of om mensen ook gerust te kunnen stellen. Nou, zodra ze met het systeem gewerkt hebben, zien ze dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Voor veel laagcomplexe klachten kun je dat prima digitaal doen. En krijgen we ook de reacties terug van de huisartsen van hey, normaliter, ik had altijd het gevoel dat het nodig was dat ze mijn stem hoorden om gerustgesteld te zijn. Maar eigenlijk, het is dus blijkbaar ook genoeg dat ik gewoon in een chat zeg dat het oké is of dat het... dat ze zich niet zorgen hoeven te maken en ze naar een website, op thuisarts, naar thuisarts te verwijzen om daar meer te lezen. Ofwel een diagnose te stellen en medicatie voor te schrijven. Zien en horen is dus niet nodig. Wel zeggen we, en vooral bijvoorbeeld bij coronapatiënten, die wil je vaak wel even zien. Hè? Dan wil je de ademhaling ook echt kunnen zien, hoe snel iemand ademt. En daarom gebruiken we ook videofunctionaliteit daarin. Dus de arts kan daar ook voor kiezen om een videocall te doen met een patiënt. Echter, video is minder efficiënt dan chat. Dus artsen gebruiken dat alleen als ze het echt nodig vinden. Dus zo is het eigenlijk opgebouwd. Ja. Even een vraagje tussendoor. Vincent Evers vraagt via Twitter, hoeveel keer wordt het nu gebruikt? Hoeveel mensen hebben jullie als gebruikers? Ja, we zijn sinds 9 maart live en we hebben nu ruim 1200 patiënten digitaal geholpen. Ja. Dus hadden we bedacht om in 3 maanden tijd 600 patiënten te doen. En nu is het in een maand tijd 1200. Dus op zich gaat het heel goed. En patiënten vinden het fijn en artsen zijn ook heel erg enthousiast. Ja. Ja, wat is je opgevallen in die reacties? Ja, zowel van de arts inderdaad, dat ze zien van hey, de verbazing eigenlijk dat het toch heel goed digitaal kan. Ook dat het echt wel wennen is voor artsen. Ze hebben echt wel 10, 20 consulten nodig om er goed in te zitten, maar ook om het systeem te durven vertrouwen dat het inderdaad ook op deze manier kan. Dus dat is heel leuk om te zien. En het leuke is dat artsen het zelf onwijs gaaf vinden om vanuit een afstand toch best wel soms complexe casus te doen.
Of bijvoorbeeld een brandwond te kunnen behandelen, waarbij normaliter eerst een stap tussen had gezeten, waarbij iemand eerst naar de SCA had gemoeten. En waarbij ze zien van, hey, deze is zo ernstig, die moet gelijk door naar het brandwondencentrum. Daar is dan echt een stap tussen uitgehaald, omdat die digitaal geholpen is, kan die in één keer naar het brandwondencentrum, in plaats van met tijdverlies naar de SCA en dan naar het brandwondencentrum. Of een andere was een arts, vond het hartstikke mooi. Dat zei, ja, ik heb op afstand ouders begeleid om een absces bij een kindje door te prikken via video. Dat soort reacties krijgen we terug. En ook artsen die zeggen, ja, ik krijg allemaal leuke duimpjes op mijn adviezen. Dus patiënten voelen zich ook geholpen. Ja. Dus dat is mooi. En je hebt wel natuurlijk, ze zeggen altijd van succes heeft met de timing te maken. Dus dat hebben jullie goed gedaan dit keer. Ja, het is geen keuze. Hè? En heel bijzonder is dat wel. Want enerzijds natuurlijk zitten we in een grote crisis met z'n allen. En is het natuurlijk helemaal geen leuke tijd. Ja, en anderzijds zie je wel dat wij wel daardoor ook ineens heel veel waarde kunnen toevoegen. Omdat we heel veel mensen uit de spreekkamer kunnen houden, hè, of uit de wachtkamer. Waardoor zowel voor de patiënt zelf als voor de arts er veel minder besmettingsgevaar is. Dus dat is wel weer heel mooi. En daardoor wordt het ook wat makkelijker omarmd nu ook door met name de zorgverleners, de triagisten en dergelijke. Omdat die ook gewend zijn om mensen ofwel telefonisch te helpen of op een fysiek consult in te plannen. Ja, en de artsen die nu hier meedraaien, die waren er op zich al wel klaar voor. Maar je ziet wel de waarde en ook de vraag die er ineens ontstaat naar het systeem. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, dat had zonder de coronacrisis, laat maar zeggen, was dat niet zo snel gegaan. Ja. Ja. Hey, en op jullie site zat ik het te bestuderen. En één ding begreep ik niet helemaal. Dat is gewoon een vraag ter toelichting. Daar zei je dat jullie werken nu in eerste instantie voor de huisartsenpost. Hè? Dat is voor patiënten toch al een plek. Waar ze nooit hun eigen huisarts aan de lijn krijgen of ook niet digitaal contact mee kunnen krijgen. En zei je, we gaan faciliteren dat je via ons platform contact kunt krijgen met een huisarts, staat er op jullie site. Of ga je straks faciliteren dat je contact kunt krijgen met jouw huisarts? Beide. Nu voor de ANW-uren, voor de huisartsenpost, zoals je zelf ook al zegt, spreek je nooit, bijna nooit, je moet heel veel geluk hebben, je normaal, eigen arts. Maar dat is normaal alleen 's avonds en in het weekend. Ja, hè? Dat is nu ook wat wij nu doen, ja. Hè? Op de avond, nacht en weekend in Rijnmond en in Eemland. Ja. En daar werkt nu een pool artsen, wat wel artsen zijn uit die regio, maar dat is eigenlijk hetzelfde zoals je normaliter op de huisartsenpost tegenkomt. Dus het zijn wel artsen uit jouw regio, die daar om en om spreekuurdiensten draaien en digitale dienst draaien. En die spreek je dan, en dat is een combinatie van praktijkhoudende huisartsen uit die regio en waarnemers. En zo wordt dat ook op de huisartsenpost gedaan. Maar het is een vaste pool huisartsen nu die dat maar doen. Maar mijn vraag is eigenlijk, gaan jullie straks ook voor overdag gewoon leren met de huisartsensystemen van jouw huisarts? Of krijg je een huisarts? Ja, zoals we het nu voor ogen hebben, is het dat je dan wel je eigen huisarts spreekt. Of een huisarts uit jouw de huisartsenpraktijk waar je bij aangesloten bent. En dan krijg je niet een... Maar willekeurige huisarts. Nee, dan bieden we het echt als platform aan de huisartsenpraktijken om dat voor hun patiënten te gebruiken. En dan gaan ze in principe ook hun eigen patiënten overdag digitaal consulten voorzien. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat IT-technisch een tamelijk complex traject is. Gezien de enorme geslotenheid van de huisartseninformatiesystemen, de nogal hoog opgeschroefde beveiligingen, de AVG, privacy, encryptie, noem maar op. Ja, dat klopt. Echter, Topicus, onze partner, hè, die het platform heeft gebouwd, dat systeem draait ook al bij heel veel dagpraktijken. En daar hebben zij ook al die geëncrypte chat en dergelijke. En nu wordt dat systeem al veel gebruikt voor huisartsen om via
de chat via een digitale weg een tweede lijns, een specialist te consulteren. En ja, nu gaan ze die chat ook op andere manieren gebruiken en is de functionaliteit dus omheen ontwikkeld. Om voor de patiënt dus ook een digitaal consult aan te vragen. Even kijken, ik had nog wat vragen van Johan Schaap, pak ik eventjes mee. De eerste vraag was, verwacht je ook dat patiënten het systeem gaan hacken? Dat ze weten hoe je vragen moet beantwoorden. Dus daar nog de zijn uitleg na was, dus dat je weet welke antwoorden je moet geven om een recept te krijgen. Dat is een hele leuke vraag. We hadden, tenminste, je verwacht inderdaad, wat je ziet is van, als mensen een huisarts willen spreken, dan doen ze er ook alles aan om hem te kunnen spreken. Ja, wat we tot nu toe hebben gezien, is dat ze allemaal heel netjes die vragenlijsten invullen. En dat eigenlijk de urgenties die daaruit voortvloeien heel passend zijn bij de klacht die ze hebben ingegeven. Dus ze maken zichzelf niet urgenter dan ze zijn. En dat gaat tot nu toe heel netjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit in de toekomst gaat zijn. Ja. Maar dit is wat we nu zien. En het is niet dat ze allemaal, als we ze via video zien, allemaal heel andere klachten hebben dan dat ze ingeven dat ze hebben. Ja. Nee. En dat zal altijd toch maar een heel klein percentage zijn. Als het al zo is, zal dat toch altijd maar een heel klein percentage zijn natuurlijk. Ja, we horen wel veel van de triagisten terug, dat, dat ze echt voorbij de triagist willen. Dat mensen een huisarts willen spreken. En ik denk dat het voordeel hier ook wel is, dat we ook zeggen dat je altijd een huisarts spreekt. Dus je hoeft je ook niet anders voor te doen of erger te maken dan het is. Dus wellicht dat dat ook helpt. Ja. Ja, jullie schrijven ook dat het volledig vergoed wordt, hè? Net als een normaal huisartsenconsult. De ziektekostenverzekering betaalt gewoon volledig voor de patiënten als ze via jullie platform contact hebben met een huisarts. Ja. Hebben jullie het ook nauw in contact met die verzekeraars ontwikkeld? Of hebben jullie dat in de loop van de traject gewoon op een gegeven moment contact opgenomen? Hoe werkt zoiets? Er is inderdaad veelvuldig contact geweest met de verzekeraars. En in principe werkt het inderdaad zo dat met name de zorgverlener zelf dan met de verzekeraar moet overleggen of en hoe ze dit dan in mogen zetten. En dat is gebeurd. En overdag mag je al een digitaal consult doen met een patiënt. Hè. De e-consult functionaliteit die bestaat al. Echter zijn dat een soort van e-mail berichten die je dan heen en weer stuurt. Dus daar kunnen we gewoon al op mee. Maar voor de huisartsenposten, dus de ANW-zorg, de avond, nacht en weekenden, bestaat er nog niet zoiets als een digitaal consult. Daar heb je die betaaltitel nog niet. Ja, en daar zijn we ook heel erg in nauw overleg met die verzekeraars hoe dat die titel er moet komen. En dat zien ze ook. En wat daar voor een tarief aan moet hangen, daar zijn ze ook op bezig en daar consulteren ze ons ook op. Ja. Hey, heb jij daar een visie op hoe dit zich gaat ontwikkelen? Want als je even twee stappen terug doet, hè, je gaat even een abstractieniveau hoger, dan is zeker vanuit de verzekeraars gezien, zou het misschien wel zeg maar qua kosten best wel logisch zijn om de laag die jullie eigenlijk ontwikkelen, gewoon überhaupt tussen de patiënt en de zorgverlener te zetten. Hè? Van, weet je, doe eerst maar eens een digitale intake. Voordat we kijken of het nodig is dat je contact hebt met een professional. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe denk jij dat dit zich gaat ontwikkelen? Ja, ik denk ook zeker dat, ik denk niet dat dat binnen nu en een jaar al is, maar ik denk dat over een jaar of vijf dat dit zo gaat inderdaad, of misschien nog iets verder weg. Maar dat is heel logisch dat er iets gaat ontstaan en dat je alleen nog maar belt, of wellicht zelfs dat dat ook digitaal gaat. Als het echt hele urgente spoed is, waardoor er bijna een ambulance uit moet rijden of dat er een visite moet gereden worden binnen een uur. Maar voor de rest kun je prima eerst de digitale route volgen om zorg te zoeken. Alleen moet je dit denk ik wel goed gefaseerd doen. Wij ontwikkelen ook alles samen met UMCU. Hè. Die valideren ook alles voor ons. Want we zijn begonnen met de laag complex hoog volume casussen. Maar hoe verder je opschuift naar
Echt wel meer spoedzaken als echt heel erg veel kortademigheid of pijn op de borst of dat soort dingen. Ja, daar moeten we dan nog wel een paar stappen voor zetten met elkaar. En dan moeten we heel goed monitoren ook wat er dan gebeurt. Maar voor de reguliere zorg, ja, ik denk dat dat alleen maar goed is. En dat je daardoor zowel de werkdruk bij de huisartsen en bij de triagisten bijvoorbeeld enorm kan verlagen. En de patiënt heel erg kan helpen. Want die zit er ook niet op te wachten dat hij vrij moet nemen om naar de huisarts te gaan. Of dat hij in het weekend naar de huisartsenpost toe moet. Als dat helemaal niet nodig is. Nou, en we zien ook nu dat in ruim 30% van de gevallen er toch ook een fysiek consult voorkomen is. Ja, die mensen hebben gewoon niet hoeven naar de post hoeven rijden. Terwijl dat anders wel het geval was geweest. Ja, dat is ook hartstikke fijn voor die patiënten. Dat wou ik eigenlijk net zeggen, want het lijkt me eigenlijk heel erg fijn. Want als je iets hebt waar je een beetje over twijfelt, en anders moet je gaan bellen, moet je 10 minuten aan de telefoon wellicht hangen voordat je aan de beurt bent. Of misschien 5 minuten doet het toe. Voor mij zou het drempelverlagend werken om even met een vragen formuleren van chatbot of wat het dan ook is. Weet je wel, eventjes te kijken van, ik maak me wel een klein beetje zorgen, maar is het zorgen genoeg? Nou, vraag het gewoon even aan die vragenlijsten van die chatbot of et cetera. Dus ik zou het zelf fijn vinden. Ja, dat klopt. En dat is het ook. En je kunt, er zit nu, weet je, je bent wel even 10 minuten bezig, laat maar zeggen, om zo'n vragenlijst in te vullen. Dus het is, dan hoef ik het alweer niet. Exact. Dus, en ik wil meteen goed nieuws. Want je wil ook niet dat inderdaad, dat iedereen maar willekeurig elke vraag gaat stellen die dan bij de huisarts komt. Ja, dat dacht ik, ja. Ja, precies. Maar ja, weet je, ook wij hebben wel ideeën van je kunt het prima ook doorontwikkelen door dit soort vragen wel toe te laten, maar die dan ook automatisch af te gaan vangen en te zeggen van oké, dit is niet ernstigs en kijk eens daar of ik wil je daar naartoe verwijzen of dat soort dingen, dat veel meer door een chatbot inderdaad afgewikkeld gaat worden. Dat doen we nu nog niet. Daar zeggen we nee, daar willen we eerst echt een stuk verder in zijn en veel patiënten hebben gedaan en zien dat het ook echt allemaal goed ingeschat is, die urgenties, voordat we die stappen zetten, dat we ook een systeem durven toe te vertrouwen, dat ze je ook al een diagnose gaan stellen. Ja. Hey, bouwen jullie... Eerste vraag van jou. Pak eerst eventjes. Wat Johan zegt, komen dit soort gesprekken ook in een patiëntendossier, dus kan je eigen huisarts ze ook inzien. Ja, goede vraag. Ja, die komen. Ja, de samenvatting komt terug in het elektronisch patiëntendossier van de patiënt. Ja. Dus dat wordt vanuit dat systeem automatisch gestuurd. Ja. Je had een vraagstekel? Nee, ik vroeg me eigenlijk af. Want weet je, we praten al 20, 30 jaar volgens mij sinds de tricoder in Star Trek over een digitaal geautomatiseerd diagnoseapparaat. Wat je, in Star Trek was het extreem. Daar hield je tegen dat apparaat, kon gewoon een diagnose stellen wat er met iedereen aan de hand was. Daarna wordt er natuurlijk eindeloos al gefantaseerd en gebouwd aan een digitale tool waarbij je maar genoeg uitvraagt, foto's uploadt als patiënt, alle sensoren die we tegenwoordig hebben koppelt, waardoor eigenlijk het systeem op afstand een diagnose zou kunnen stellen. Is dat jouw droom? Is dat waar we aan bouwen? Deels. Wel zie ik altijd een rol voor een zorgverlener erin, laat maar zeggen. Wat is dat dan? Ik denk wel dat je zo'n huisarts heel lang nog nodig hebt of wil ook wil dat die huisarts ook zegt dat het die diagnose is. Dus, en ik zie heel erg van op de middellange termijn dat je die huisarts ondersteunt bij het stellen van zijn diagnose. Nu doet hij dat nu nog zelf, hè, op basis van de vragen en antwoorden die hij terugkrijgt en in combinatie met de foto's die hij ziet. Nou, daar kunnen we al vrij snel wel zeggen van ja, weet je, op basis van de antwoorden die een patiënt geeft, lijkt het dit of lijkt het dat of lijkt het zus of zo. Maar ik geloof wel nog wel dat die huisarts erbij, omdat een systeem niet zo goed die afwijkingen ziet nog in een foto of ja, dus ik zie dat wel als iets verder weg nog en ik denk daar ligt tegelijkertijd ook mijn belangrijkste vraag en ook mijn twijfel. Kijk, je zei net van oké, wij doen nu de weinig complexe hoogvolume gevallen. Erwin en ik waren bijvoorbeeld vorig jaar in Austin op South by Southwest bij juist een heel erg complex
laag volume, namelijk huidkanker, stellen van huidkankerdiagnose. Waar in dat specialisme met gebruik van machine learning en kunstmatige intelligentie op basis van foto's echt enorme resultaten geboekt worden. Ja. Maar hoe ga je al die ontwikkelingen in godsnaam op een gegeven moment integreren in een systeem dat daadwerkelijk zo goed is dat je niks mist? Want weet je, een vragenlijst is nog wel eventjes wat anders dan natuurlijk machine learning loslaten op een foto die iemand instuurt. Exact. Ja, en een vragenlijst, dit klinkt heel, het is een stuk complexer dan een simpele vragenlijst hoor. Het zijn grote beslisbomen die er nu onder hangen. Dat is al een stukje, ja, AI wat daarin zit. Dus het is niet zomaar een simpel vragenlijstje wat we hebben ontwikkeld en wat daaronder zit om een urgentie te bepalen. Dus dat wil ik wel even daar zeggen. Maar wat wij niet zelf nu van plan zijn om te doen, is om die machine learning op die foto's te ontwikkelen. Zodra die tooling beschikbaar komt, is dat iets waar we graag zouden willen samenwerken om te kijken hoe je dat soort dingen integreert in dit systeem. Maar wij hebben niet zelf nu de ambitie om bijvoorbeeld die foto's zelf zo'n machine learning tool te maken, om dat soort foto's ook helemaal van voor tot achteruit te pluizen om een diagnose te kunnen stellen. Maar samenwerken met partijen die dat heel goed kunnen, dat zeker. En zolang dat nog niet volledig veilig is, heb je altijd wel een huisarts nodig. En daarnaast geloof ik er ook echt gewoon in dat mensen niet alleen maar met de machine willen praten, maar ook altijd nog wel even iemand willen spreken of willen weten dat er ook een mens naar gekeken heeft. En dat zal zeker de komende jaren nog zo zijn, denk ik. Ik weet niet hoe dat over 10 jaar is, maar de komende 4, 5 jaar denk ik zeker dat mensen dat op die manier nog wel prettig vinden. En dat ze niet alleen maar tegen computer willen praten. Heb je het zelf wel eens kunnen gebruiken? Ben je zelf wel eens ziek geweest dat je dacht van ik moet even iemand raadplegen? Nee, het systeem zelf is helaas nog niet in mijn eigen regio beschikbaar. Ja, ik heb wel heel vaak testpatiënt gespeeld en daar casussen voor ingezet. Ja, dat wel. En dan keken we of het inderdaad makkelijk was om een diagnose te stellen of niet. En of de juiste informatie beschikbaar kwam. Ja. Ja. Wat zijn de drempels die er nog over moeten? Oh, sorry. Eén tegelijk. Erwin. Ja, jullie zijn net bezig. Je zegt de eerste indrukken zijn heel erg goed. Van naar twee kanten toe. Je bent aan het verbeteren. Wat zijn de grootste drempels die jullie moeten nemen? Enerzijds is dat denk ik dat er echt een NZA-tarief moet komen voor digitale zorg voor de ANW. Zolang dat er nog niet is, hè, zijn we regio voor regio met de verzekeraars aan het werk om te zorgen dat we in die regio aan de slag mogen. Dus dat is wel een ding. En in Nederland hebben we natuurlijk een vrij complexe omgeving met elkaar gecreëerd, waarbij meerdere verzekeraars er wat van mogen vinden. En die ontwikkelingen vaak niet zo snel gaan. Dus dat is wel echt een ding. Anderzijds is, we implementeren dit soort dingen in bestaande settings. Dus op huisartsenposten komen we iets nieuws ernaast zetten of erin zetten of hoe je het wil noemen. Maar dat is ook een heel stuk change management van zowel de triagisten als de huisartsen. Dus dat is ook, dat kost ook vaak maanden om dat met elkaar goed te doen. En dan moet je als huisartsenpost ook echt wel willen zo'n traject ingaan. Dus dat is ook, denk ik, belangrijker om te melden. Ja, en verder de doorontwikkeling, dat we daar volop kunnen blijven focussen. Zoals we willen over een paar weken ook toegang, de behandelgebieden voor kinderen openzetten. Dat we de schaarse IT-capaciteit, dat we die op de goede manier ook in kunnen zetten om onze doorontwikkeling ook allemaal mogelijk te maken. Ja, en dat is wel fijn om dan Topicus ook als partner te hebben, want er zitten dus wel een grote groep mensen op te werken nu. Ja. 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 En we hopen dan dat we toch over een paar jaar wel een kwart van Nederland of de helft van Nederland mogen bedienen. En dat patiënten dan allemaal toegang hebben tot dit systeem en tot een huisarts via dit systeem. Ja, dus de techniek is schaalbaar, maar eigenlijk om het te implementeren gaat veel tijd en energie en menskracht in zitten.
Ja, vooral de eerste paar keer. Omdat we dan met elkaar aan het ontdekken zijn hoe dit goed werkt en hoe niet. Hè? En om mensen daar heel goed in mee te nemen. Het is echt heel nieuw voor iedereen. Dus ook voor de triagisten aan de telefoon. Die mensen verwijzen hier naartoe. Ook die moeten heel goed snappen wat het systeem is en wat het doet. En waarom het prettig is om mee te werken. Ja, en we moeten al die huisartsen trainen. Ja, dus het is zeker schaalbaar. Maar het kost ook veel inspanning om het met elkaar mogelijk te maken. Ja. Hey, ontzettend bedankt. We doen een half uurtje afgesproken. Dat zit er alweer op. Je hebt natuurlijk allerlei type mensen. Sommige mensen willen natuurlijk altijd graag met een persoon praten. En die zit toevallig in dit programma met twee mensen die er anders naar kijken. Want Johan Schaap zegt ook weer, ik wil liever wel tegen een computer praten. Mooi. voor ons is er ook een, is er ook een markt. Ik praat ook liever tegen een computer hoor, want ik praat genoeg met een huisarts. Ja. Ja. Het is ook fijn als de computer terugpraat. We praten nu namelijk ook tegen een computer. Ja, dat vind ik ook prima. Maar ik vind het toch wel fijner dat jullie in beeld zitten dan dat dat een computer zou praten. Ja. Hey, heel veel succes Ines, mooi project. Ja, dankjewel. Project. Heel erg bedankt. Dankjewel. En jullie allemaal bedankt voor het kijken. En we bedanken PQR, we bedanken Jetstream, we bedanken Bier & Co. En we bedanken Freedom Lab. En dat doen we iedere week. Hopelijk, snel zal het niet worden, maar TZT toch weer in een andere zit. Waardoor al die sponsors ook weer zichtbaar en tastbaar en voelbaar voor ons zijn. Iedereen die gekeken heeft, bedankt. Kijk online als je een uitzending gemist hebt. Er staan nog heel veel op je te wachten. Dan ga ik nu even op zoek naar de eindtune. Komt-ie aan. Heel erg bedankt.